De deal die Fred Teven sloot met een crimineel deugde van geen kant, zegt commissie Oosting. Ons oordeel over de ontnemingsschikking is dat deze schikking de toets van kritiek niet kan doorstaan. En de Tweede Kamer is voortdurend op het verkeerde been gezet, volgens het onderzoeksrapport. Verder in het nieuws vandaag. De Rabobank schrapt opnieuw duizenden banen. En botten van 66 miljoen jaar geleden komen aan in Leiden. Goedenavond. Een deal met een drugscrimineel die twee bewindslieden de kop kostte. De zogenoemde Teven-deal. Fred Teven, 15 jaar geleden officier van justitie. Een onderzoekscommissie zocht het uit of het mocht, die deal. Maar ook wat er daarna gebeurde. Riekt het naar een doofpot volgens u? Ik gebruik het woord doofpot niet. Ik vind het eerder klungelig dat niet meteen grondig onderzoek is ingesteld. Uiteindelijk komt de waarheid altijd boven water en die ligt nu vandaag boven water. Die deal deugde niet, zegt de commissie dus, omdat crimineel Kees H. een boete moest betalen van maar 750.000 gulden. En in ruil daarvoor 4,7 miljoen gulden terugkreeg en eerder de gevangenis uit mocht. De Belastingdienst werd uit die deal gehouden. En er werd niet snel genoeg een grondig, onafhankelijk onderzoek ingesteld toen er vragen kwamen. En de politieke risico's die werden onderschat. Het oordeel van de commissie is hard. Fred Teven had als officier van justitie nooit zo deze deal mogen sluiten. Want drugscrimineel Kees H. werd multimiljonair door de deal en betaalde een schijntje aan boete. Onze conclusie is dat het geen fair deal is geweest. Is het een lachertje geweest? Ja, geen fair deal is voor de staat dus een zeer ongunstige uitkomst. Toch hebben Fred Teven en premier Rutte altijd de deal verdedigd. Met die deal is overigens helemaal niks mis. Dat wil ik hier nog even gezegd hebben. Ook dat is gebeurd voor volk en vaderland. Ik kan alleen vaststellen op basis van de schikking die getroffen is in 2000 dat de deal mocht. De commissie is ook hard over het geblunder rond het exacte bedrag van de deal. Deze topambtenaar had namelijk een gesprek met Teven die zich het bedrag wist te herinneren. Alleen werd die informatie nooit openbaar. Of het naar buiten had moeten worden gebracht, laat ik even daar. Maar daar had meer mee moeten gebeuren op dat moment. Teven is nu Kamerlid en vindt dat hij ondanks de kritiek kan blijven. Ik zeg dat ik in het verleden dat heb gedaan in het kader van de bestrijding van de georganiseerde misdaad. Wat nodig was in het kader van publiek belang. En dat publiek belang wil ik in de toekomst ook blijven dienen. En minister Van der Steur betreurt de gang van zaken. Op te veel momenten was er te weinig informatie beschikbaar over de schikking en de afwikkeling daarvan. De informatievoorziening aan de Tweede Kamer is tekortgeschoten. Ik betreur dat in hoge mate. En daarom wil hij in de toekomst meer openheid over schikkingen, zodat dit soort zaken niet meer voorkomen. Ron in Den Haag. We hoorden eerder de commissievoorzitter zeggen, er is geen doofpot geweest. Hoe zou je het wel moeten noemen dan? Nou, een opeenstapeling van fouten. Kijk, hard bewijs voor een doofpot is er inderdaad niet. Maar het zit er, vind ik, toch wel tegenaan, hoor. Op cruciale momenten is er op het ministerie van Justitie niet het idee geweest van, jongens, laten we nou eens proberen de hele waarheid volledig op tafel te krijgen. Ook niet toen er al aanwijzingen intern kwamen. Ook niet toen Nieuwsuur met onderbouwde onthullingen kwam. Ook toen bleef men steeds maar zeggen, nee hoor, er is niks aan de hand. We hebben het wel goed verteld allemaal. Ja, dit gaat over een deal van 15 jaar geleden. Waarom is dat nu zo explosief? Omdat dit uiteindelijk gaat over hoe justitie, de hoeder van de rechtsstaat, omgaat met informatie. Omgaat met openheid die wij allemaal graag willen van zo'n belangrijk instituut. Er worden nu nog steeds schikkingen getroffen met criminelen. Hoe gaat dat? Dus we willen daar gewoon alles over weten. En dit gaat natuurlijk ook over de vraag hoe wij met elkaar als Nederlanders tegen de overheid, tegen de politiek aankijken. En wat dat betreft is het natuurlijk teleurstellend dat er vandaag ook geen antwoord is gekomen op die ene prangende vraag. Waarom was die deal eigenlijk nodig? Wat heeft het opgeleverd? Ja, precies. Want waarom is hij gesloten als hij zo slecht was door de man Teven die crimefighter werd genoemd? Ja, een goede vraag, maar het rapport geeft daar geen antwoord op. Teven zelf heeft wel eens gezegd van, als u zou weten wat ik weet, dan zou u het wel begrijpen. Maar we weten het niet. Ook het rapport geeft geen antwoord op de vraag of er bijvoorbeeld met informatie van Kees H. andere criminelen zijn opgepakt. Nee, wat gaan ze in Den Haag doen nou met het rapport? Er komt volgende week een debat over. Voor de justitiebewindspersonen zal dat natuurlijk geen consequenties meer hebben, want de politieke prijs is al door Opstelten en Teven zelf betaald. Maar er leven toch nog veel vragen. En kijk wat dat betreft ook maar eens even naar de totaal verschillende reactie van de twee regeringspartijen, VVD en Partij van de Arbeid. Ik heb destijds in het debat al gezegd, het was een flutdeal. Dit rapport bevestigt dat. Rutte heeft dat minder goed ingeschat. En dus? En dus, nu nog geen dus, donderdag debat.
En bijna alle partijen zijn het eens met de kritische PvdA. Oosting oordeelt keihard over justitie. De VVD is de enige partij die het een tikje anders ziet. Ja, ik heb het rapport gelezen. Natuurlijk ga ik het nog nader bestuderen. Maar ik stel in ieder geval wel vast dat de volle inzet gericht is op het aanpakken van criminelen en het veiliger maken van Nederland. Lieve help, hebt u dat eruit gehaald? Ja, dat heb ik eruit gehaald. En dat is ook niet zonder resultaat gebleken. Maar die commissie zegt het was een heel erg slechte deal. De betrokken minister Opstelt heeft in de nasleep dat ook helemaal verkeerd aangepakt. En nu zegt er worden boeven opgepakt. Ja, en er zijn ook boeven opgepakt. Maar weet u, ik verbloem niet dat zaken beter hadden gekund. En dat zaken zeker met de wijsheid van vandaag misschien geen schoonheid verdienen. Niet op alle punten. Ja, dit is dus de verdedigingslinie van de VVD. Als ik het zo mag zeggen, toch een beetje in de sector. Dames en heren, er is niet zoveel aan de hand. Doorlopen graag. Ja, en over de VVD gesproken, kan Rutte het nog moeilijk krijgen in dat debat volgende week? Ja, dat wordt voor hem een debat waarin hij behoorlijk onder vuur komt te liggen. Want er zijn twee dingen die hem eigenlijk verweten worden. Dat hij de deal destijds oké noemde. Nou, we weten nu dat het niet zo is. En hij heeft Opstelten steeds verdedigd. Terwijl hij ook wist dat er op het ministerie van Justitie al informatie was die toch een andere inhoud had dan wat er steeds gezegd werd. Rutte zei dan steeds, ja, dat is een persoonlijke notitie van een ambtenaar. Maar nu weten we dat dat anders zit. Dus hij heeft wat uit te leggen. En zelfs de Partij van de Arbeid zegt, hij moet met een goed verhaal komen. Als hij dat niet heeft, dan moet hij maar een mea culpa doen. Ron, dankjewel. Ja, in Nieuwsuur, het programma dat de zaak aan het rollen bracht, meer politieke reacties vanavond en een gesprek ook met de commissievoorzitter Oosting in de studio. Opnieuw een massa-ontslag bij de Rabobank. Afgelopen jaren werden al duizenden werknemers ontslagen. De komende 3 jaar gaat er nog eens een streep door 9000 banen. Volgens de bank is de reorganisatie onontkoombaar. En voor een deel heeft dat te maken met de klant. 9000, hoog cijfer. Waarom is dit nodig? We hebben de richting voor de bank voor de komende paar jaar uitgestippeld. En daar hoort bij dat we ook onze prestatie verbeteren om uiteindelijk onszelf te kunnen versterken. En daar hoort bij dat we ook onze kosten in lijn brengen met wat de sector als geheel doet. En dat kost uiteindelijk ook het verlies aan arbeidsplaatsen. Ja, het is een fors aantal inderdaad. Ja. Maar goed, wat het voor iedereen gaat betekenen, dat moeten we nog maar zien. En bent u bang voor uw eigen baan? Nou, je denkt er wel over na natuurlijk, maar op dit moment maak ik me daar nog niet zo'n zorgen over. Nee. In heel Nederland hebben we daar het bankwezen natuurlijk last van en al veel eerder gehad. Dus, maar ja, op zich hoef je, je moet gewoon je best doen en dan zien we wel waar het schip strandt. De onzekerheid blijft nog jaren. Ik hoop dat het heel goed uitpakt voor de Rabobank. Maar in ieder geval is het duidelijk dat het niet voor de mensen gebeurt die ontslagen worden. Ik hoop, en daar zullen wij op inzetten, dat er goed van werk naar werk begeleid gaat worden. Maar misschien nog ingrijpender dan de ontslagen is de wijziging van de structuur van de bank. De Rabobank bestaat nu nog uit 106 lokale banken met ieder een eigen bankvergunning. Maar komend jaar wordt de Rabobank één bank met één vergunning. Er wordt dan meer op het hoofdkantoor geregeld, zoals personeelszaken. En daardoor verdwijnen er banen. En de bank wil zich ook meer richten op kernactiviteiten, zoals leningen voor de agrarische sector. Ja, is wel nodig. Dus we moeten gewoon efficiënt zijn. U heeft er begrip voor? Zeker, ja. Economieverslaggever Wessel de Jong bij het hoofdkantoor van Rabobank in Utrecht. Wessel, eerder dit jaar al 10.000 banen streepte door, nu nog eens 9.000. Wat is er aan de hand bij die bank? Nou, deze bank moet zichzelf opnieuw uitvinden, dat heeft de directeur al vaker gezegd. Kijk, die Rabobank is in principe natuurlijk een beetje een rare bank. Het hoofdkantoor is niet de baas, maar al die filialen, die zijn de baas. Nou, dat moet gaan veranderen. Sinds de financiële crisis heeft Europa gezegd, wil Europa veel scherper toezicht gaan houden op al die banken. Ze willen duidelijk zien wie de baas is. Nou, in dit geval dus wordt dat het hoofdkantoor. Ja, en ook al die losse kantoortjes die dus zelf de baas waren. Het leverde heel veel financiële rompslomp op, financiële bureaucratische rompslomp op. Vandaar dus dat die corporatieve structuur wordt verlaten. Ja, daarmee wordt de Rabo een gewonere bank, zoals alle andere banken. Terwijl ze daar juist mee altijd zo adverteerden met dat onderscheidende, met die corporatieve structuur, die dus nu verdwijnt. Ja, grote gevolgen voor de werknemers. Wat zijn de gevolgen voor de klanten? In principe moet die klant er helemaal niks van merken. De bank moet minder met zichzelf bezig zijn, efficiënter worden. Dus dat is goed voor de klant. Nou ja, goed, dat is de mooie kant van het verhaal. Je hebt natuurlijk ook in den landen al die MKB'ers en die middenstanders die natuurlijk allemaal in die lokale Rabo-besturen zaten. Ja, dat heeft allemaal niet zo heel veel meer om het lijf nu in de toekomst. Dus waarschijnlijk dat daar straks wel een traantje wordt weggepinkt. Oké, Wessel, dankjewel.
De Syrische stad Homs is weer helemaal in handen van het leger van president Assad. De opstandelingen hebben een akkoord gesloten met de regering in Damascus. Ze trekken zich terug uit de laatste wijk waar ze nog zaten. In ruil daarvoor kunnen ze veilig vertrekken. Strijdvaardig zijn ze, nog steeds. Maar toch moesten ze vandaag vertrekken. Op beelden, gemaakt door de opstandelingen zelf, is te zien hoe de eerste bussen de wijk verlaten. De evacuatie uit de stad gebeurt onder begeleiding van de VN. In totaal gaat het om zo'n 300 rebellen en er vertrekken ook zo'n 400 burgers. Ze kunnen weg uit de wijk die de afgelopen jaren vrijwel dagelijks werd beschoten en gebombardeerd door het leger van Assad. Maar de vertrekkende rebellen nemen hun wapens mee. Met het vertrek van de rebellen heeft ook het regeringsleger de handen hier weer vrij. En daarmee verplaatst de strijd zich gewoon naar een andere plek in Syrië. Er lijkt schot te komen in de onderhandelingen over het klimaat. De Franse minister van Buitenlandse Zaken presenteerde vanmiddag een nieuw conceptakkoord. De meeste geschilpunten, daar zijn ze inmiddels wel uit. Maar de onderhandelaars zijn er dus nog niet. Quelques mots résument la situation. Nous avons progressé, mais il reste encore pas mal de travail. Het nieuwe conceptakkoord is een stuk dunner dan dat van afgelopen weekend. Onderhandelaars van de 195 landen gaan er nu mee aan de slag. De Fransen hopen dat ze vrijdag een definitief klimaatakkoord kunnen sluiten. In die concepttekst van het akkoord staan nog heel veel woorden tussen haakjes. Daar moeten ze nog uit kiezen. Eén van die woorden is klimaatneutraal, bedacht door de Nederlandse delegatie. Belangrijk voor landen, maar ook voor gemeenten. Terwijl de Fransen druk bezig zijn met de nieuwe tekst, presenteert de delegatie van Goeree Overflakkee zich vanochtend vroeg in het Nederlands paviljoen. Kernwoord energie-neutraal. Dat wil het Zuid-Hollandse eiland in 2020 al zijn. En dan ook volledig energie-neutraal, dus op het gebied van opwekken van energie, besparen, mobiliteit, maar ook van bewustwording. 70 windmolens, een getijdencentrale en op deze plek een duurzaam tankstation met waterstof. Het moet de 50.000 inwoners en de bedrijven op het eiland van energie gaan voorzien. In samenwerking met partijen die windmolens hebben staan, gaan wij dus vanuit zonne-energie en uit windenergie waterstof produceren. Het eiland hier is heel goed geschikt omdat er relatief weinig mensen wonen, veel open ruimte en omdat er veel wind staat. Dit is een van de zalen waar de echte onderhandelingen plaatsvinden en tijdens die onderhandelingen gaan er allerlei begrippen over tafel, zoals bijvoorbeeld energie-neutraal, dat je zelf evenveel duurzame energie opwekt als dat je gebruikt. Of klimaatneutraal, dat je de broeikasgassen die je uitstoot compenseert door bijvoorbeeld bossen aan te planten of CO2 op te slaan. En decarbonisatie, dat wil zeggen dat je helemaal stopt met het uitstoten van broeikasgassen. De Nederlandse delegatie kiest voor klimaatneutraal. Het gaat hier om woorden en ook is het belangrijk dat alle landen zich kunnen scharen achter één gezamenlijk begrip. En het begrip klimaatneutraliteit geeft een stip op de horizon, een einddoel waar alle landen dan naar tekenen. Daar hoeft de Flakkeese delegatie even niks mee. Dat zij hun presentatie op de klimaattop mochten houden, was al heel mooi. Ja, we zijn er super trots op en in dialect zeggen ze dan, dat is buitengewoon. Maar dat woord komt zeker niet in het verdrag van Parijs. De derde dader van de aanslag op de Parijse concertzaal Bataclan is geïdentificeerd. Zijn identiteit is vastgesteld na een DNA-match met familieleden. Volgens Franse media is het een Fransman van 23 die in 2013 in Syrië is geweest. De terrorist is zelf ook om het leven gekomen. Angela Merkel is de persoon van het jaar van Time Magazine. Het blad prijst de bondskanselier voor haar optreden in moeilijke tijden. Time noemt haar de kanselier van de vrije wereld en roemt haar morele leiderschap. Het Rijksmuseum schrapt woorden als neger en Eskimo in omschrijvingen van de collectie. Er kwamen regelmatig klachten binnen over kwetsende etnische aanduidingen. Het museum gaat de woorden vervangen door neutralere termen. En ze hopen in het voorjaar de meeste aanpassingen te hebben doorgevoerd. Technisch personeel. Veel bedrijven staan erom te springen. Er zijn te weinig technici en IT'ers. Uit nieuw onderzoek van de Universiteit van Maastricht blijkt dat het probleem alleen nog maar groter zal worden. Volgend jaar zullen 155.000 vacatures niet of zeer moeilijk te vervullen zijn. En intussen zitten zo'n 16.000 vluchtelingen met een verblijfs- en werkvergunning
in asielzoekerscentra te wachten op werk. Bedrijven zijn heel erg geïnteresseerd in deze mensen. Een kleine las voor iets groots. Dat ligt buiten aan de kade. Wij gaan bij dit schip de kraan eraf halen. De kraan wordt 20 meter langer. Het achterstuk wordt 5 meter verhoogd. De mensen die u daarvoor nodig heeft, zijn die makkelijk te vinden? Moeilijk. Welke mensen heeft u nodig? Technisch, als ze maar technisch zijn, een beetje met de handen kunnen werken en kunnen denken. Opleiding? Opleiding kunnen we ook intern regelen, extern. Dus als iemand met een beetje verstand, twee rechterhanden, morgen hier aanklopt, dan... Dan hebben wij in het algemeen plaats voor die mensen, correct. Ja, maar ze kloppen niet aan. Ja, helaas. Over personeelstekorten kunnen ze hier meepraten. In dit opleidingsinstituut worden per jaar 13.000 mensen om- en bijgeschoold voor technische banen. Nou, we hebben jaarlijks contact met eigenlijk het volledige Nederlandse bedrijfsleven. En overal horen ze hetzelfde. De vraag naar technisch personeel is veel groter dan het aanbod. De meeste vraag is naar de onderhoudsmonteurs. Bedrijven waar gewoon veel techniek aanwezig is. Wat onderhouden moet worden, wat stuk gaat. En wat ertoe leidt dat de productie tot stilstand komt. En dat is belangrijk natuurlijk voor bedrijven, want stilstand is achteruitgang. Tekort aan personeel betekent... Dat je soms werkzaamheden niet kan doen. U moet werk laten liggen. Alsjeblieft. Ja. Ja, helaas. Ja. Net als veel andere bedrijven kijken ze hier met grote belangstelling naar het arbeidspotentieel onder vluchtelingen. We hebben de mensen nodig en als nou mensen daarmee kunnen helpen dan om hier een veilig onderkomen te hebben. En we kunnen er nog eens een keer met z'n allen beter van worden als bedrijfsleven. Dan vind ik wel dat je dat toch moet juichen. Ja. Het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, is inmiddels samen met uitzendbureau Randstad een proef begonnen om vluchtelingen met een woon- en werkvergunning aan werk te helpen. Strengere visumregels in de Verenigde Staten. Reizen naar Amerika zonder visum wordt aan banden gelegd. Een grote meerderheid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat dat regelt. Meer dan 400 stemmen voor en maar 19 tegen. Zo eensgezind zijn Republikeinen en Democraten zelden. Een visumvrij reizen is een voorrecht voor inwoners uit 38 landen, waaronder Nederland. Bijvoorbeeld als ze naar Amerika op vakantie gaan. Maar iemand die de afgelopen 5 jaar in Irak, Syrië, Iran of Soedan is geweest, moet nu toch een visum aanvragen. Want de Amerikanen zijn geschrokken. De daders van de aanslagen in Parijs waren Belgen en Fransen en die hadden ook zonder visum naar de VS kunnen gaan. Het besluit volgt 1 dag na de omstreden anti-islam opmerkingen van presidentskandidaat Donald Trump. Die riep gisteren op om de grenzen helemaal te sluiten voor moslims. En daarmee verhardt de toon in Amerika in woord en in daad. Want met de angst voor terrorisme groeit ook het aantal zogeheten hate crimes tegen moslims. There was another entire building over here. It's a pretty large structure. And you can actually see on the side of the building some of the black soot that came from the fire. In februari van dit jaar ging een deel van het Qubba Islamitisch Centrum in Houston in vlammen op, aangestoken door een man met racistische motieven. He hated Muslims and you know, he went to a convenience store clerk and told him his intentions that we got what we deserved and you know, things happen for a reason. In de dagen erna ontving het centrum veel steunbetuigingen. Maar vooral op sociale media verschenen er ook haatberichten. That stated that instead of just burning the building, there should have been people inside. So that's what kind of got to me personally. But at the same time, nothing really shocks you anymore, because you know it's just been an escalation over the years. Yeah. Do you feel it got worse? Ever since ISIS has started, for sure, it's gotten ramped up pretty significantly. En inderdaad. Uit cijfers van de FBI blijkt weliswaar dat het aantal zogeheten hate crimes in Amerika in totaal afneemt, maar niet die tegen moslims. Dat aantal stijgt juist. Nobody wants your evil cult in this country. De toon verhardt. De altijd zo vanzelfsprekende vrijheid van religie staat ineens onder druk. Zoals hier op een infoavond over een islamitisch centrum. But every Muslim is a terrorist. Period. Right now. Shut your mouth. Yes, sir. I don't want to hear your mouth. En dat debat wordt alleen maar feller nu er een politieke vaandeldrager is gevonden in Donald Trump. You have no choice. Amerika, dit land heet sinds zijn geboorte een toevluchtsoord te zijn van vluchtelingen.
Een smeltkroes van rassen en religies. Alleen al aan deze straat in Washington D.C. staan tientallen kerken, synagogen en deze moskee. Maar er is wel een verschil tussen naast elkaar leven, elkaar hoogstens erkennen, en met elkaar leven en elkaar begrijpen. It comes down to people looking at Muslims as being some type of subhuman, you know, creation, whereas they're not at the same level. Do you call it Islamophobia? Absolutely. I think that's a term that helps explain the situation. Het is een van de meest spectaculaire dinosaurussoorten. Complete skeletten ervan zijn zeldzaam. Van de Triceratops. Nuteralis in Leiden heeft sinds vandaag maar liefst 5 skeletten. Een eigen onderzoeksteam groef ze deze zomer op in de Verenigde Staten. De botten, 66 miljoen jaar geleden, werden vandaag in Leiden uitgepakt. In de meeste speelgoedbakken zit hij. Triceratops, dat is deze. De heel bekende dino met de 3 hoorns. 2 hele grote en eentje op zijn snuit. En dan zo'n enorme kam erachter. In deze kisten liggen de in gips verpakte botten van maar liefst 5 exemplaren. Het Naturalis team legde ze bloot op het enorme landgoed van een particulier in de Amerikaanse staat Wyoming. Dit is die kam. Dit is, dat gaat helemaal tot daar. Dat is zo'n zijkantstuk van de kam van een van de niet zo hele grote triceratopsen. Diep verborgen onder zand en steenlagen vond men ze. Hoe kwamen de giganten aan hun einde? Verdronken ze bij het oversteken van een rivier? Of greep hij ze? We hebben een paar botten waar dus, en dan moet je je voorstellen, het zijn echt van zulke dikke botten. Maar aan beide kanten, die uiteinden, die zijn er gewoon zo afgehapt. Nou, wie deden dat? Er is maar één beest die dat gedaan kan hebben. Tyrannosaurus rex. Het skelet zal nieuwe informatie opleveren. Misschien had hij wel veren. Want in China, daar zijn voorlopers van Triceratops gevonden met aanwijzingen dat er wat pluimpjes hier op de rug zaten. Maar eerst worden binnenkort met publiek de botten geprepareerd. En eerst Kerstmis komt er ook aan. Al zou je dat als je buiten bent niet zeggen. Last Christmas I give you my heart, but the very next day you give it away. Ik vind het heel bizar. Het is een hele vreemde situatie, vind ik. Het is december en ik heb nog niet eens handschoenen aan. Het is te warm. Ja. Had eigenlijk sneeuw bij gemoeten. Maar is het wel prachtig weer? Het had beter kouder kunnen zijn. Vorst. Dat is beter voor de handel. Nu koopt niemand nieuwe kleren. Ja, ja, het weer is zeker wel van invloed. Mensen het koud hebben, merken dat ze dat hun jas te dun is of niet meer geschikt is voor de temperatuur. En gaan ze op zoek naar nieuwe. Heeft u al zin om een kerststukje te kopen? Nee, dat niet. En ik denk dat we zo doorgaat over een paar jaar met de kerstmis gaan barbecuen. Normaal zitten wij op Tenerife. Dat hoeft nu niet, hè? Nee, wij blijven nu thuis. We wachten op het kunstsneeuw. Ja, het is me wat. Houden we dat weer, Gerrit? Nou, morgen nog wel wat, ja. Want ook morgen is het nog een dag met aangenaam weer. Zeker in het binnenland ziet het er opnieuw gunstig uit. Maar nogmaals, het is echt geen weertype om een kerstboom te gaan halen. Dat voelt gewoon niet goed op dit moment. Maar ja, goed, misschien dat het de komende dagen toch wat kouder gaat worden. Dat het weer wat beter bij de tijd van het jaar gaat passen. Om te beginnen een prachtige foto van bovenaf, prachtige satellietfoto. We zien hier heel mooi de wolkenstraten boven Duitsland. Ook boven Limburg zaten er een paar. Maar voor de rest in het hele land zon overgoten vanmiddag. En dat zult u ongetwijfeld gemerkt hebben. En een prachtige zonsondergang kwam er achteraan. Zoals hier in het noorden van het land in Rodeschool. Maar het gaat toch een beetje veranderen, want er komt weer een nieuw front aan vanuit het westen. Wat we ervan mee zullen krijgen, dat is toch relatief zwak. Want de meeste activiteit, dat ligt vrij noordelijk bij dat lage drukgebied. Maar het komt er wel langzaam maar zeker onze kant op. En dat zullen we vooral morgen in het westen en noorden van het land gaan merken. Want daar zal het geleidelijk bewolkt worden. Dat gebeurt eigenlijk vannacht al wat. Maar vooral morgen zullen we daardoor grote verschillen hebben tussen het westen en het noorden van het land. En het binnenland waar de zon nog flink kan schijnen. Hier zien we er ook neerslag aankomen. Dus morgen aan het eind van de middag en in de avond dan gaat het ook vanuit het noordwesten regenen. Nou, daar hebben we nu nog niks mee te maken. Het is overal helder. En dat zal het een groot deel van de nacht ook nog blijven. Uiteindelijk zal het vanuit het westen wat bewolkt raken. Het koelt ook behoorlijk af in het binnenland. Een graad of 3 wordt het daar. Enkele mistbank kan daar ontstaan. Ja, en hier is het natuurlijk wat minder koud met temperaturen van 6 graden.
Flink wat wind, windkracht 6 aan de kust. In het binnenland een heel stuk minder wind. En ook morgen hebben we die verschillen. Windkracht 7 aan de kust. Windkracht 4 in het binnenland zal wel wat gaan toenemen. Nou, veel bewolking in het westen en noorden, noordwesten. In het binnenland, daar houdt de zon het langst vol. Temperaturen 7 tot 9 graden. En ja, zoals gezegd, in de loop van de middag, zeg maar eind van de middag, dan zal het geleidelijk gaan regenen. Daarna hebben we een paar wisselvallige dagen, vrijdag en zaterdag. Temperatuur nog steeds op hetzelfde niveau. Daarna wordt het wat koeler. En dan krijgen we een beetje weertype wat een beetje op winter gaat lijken. Tot zover dit NOS-journaal met als belangrijkste nieuws. Een hard oordeel van de commissie Oosting over de zogenoemde Teven-deal. De schikking met een zware crimineel rammelde aan alle kanten. Meer erover natuurlijk, in Nieuwsuur ook. Om 10 uur NPO 2. Goedenavond.